De werkzaamheden aan de Gerrit Krolbrug aan het einde van de Korrewegwijk zijn vandaag begonnen. De fietsbruggen krijgen een nieuwe beschermlaag en de staalkabels worden gecontroleerd. Vanwege de werkzaamheden kan gemotoriseerd verkeer niet over de brug. Fietsers en voetgangers kunnen er nog wel langs. Als het weer meezit, is de brug donderdag weer open voor al het verkeer. De krakers van een terrein bij de wijk De Hunze moeten verdwijnen. Dat is de uitkomst van een kort geding. Dat was aangespannen door Joritsma Bouw uit het Friese Bolsward. Joritsma wil woningen bouwen op het terrein. De krakers hebben een week de tijd om vrijwillig te vertrekken. De treinen tussen Groningen en Roodeschool rijden weer volgens het spoorboekje. Vanaf Hemelvaartdag reden er geen treinen vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het ging om regulier onderhoud en dat is allemaal volgens de planning gegaan. Arriva heeft de afgelopen 4 dagen bussen ingezet.